Wij zijn Jurgen en Marieke en wij gaan Halle in de mooie Achterhoek verlaten voor het nog mooiere Sardinië. En de belangrijkste beweegreden is het klimaat. En wij hebben nu een jaar of 15 een makelaarskantoor zelf. En we vinden dat we toe zijn aan een nieuwe uitdaging. En het is een wens van ons allebei om een keer een grote stap te maken naar het buitenland. En we willen daar een huis kopen, transformeren naar een bed and breakfast. Ik loop hier nu in het buitengebied van Halle, waar wij wonen. Wij wonen zelf in het dorp, in een appartement. We gaan dit dus achter ons laten. Samen met onze honden, die gaan met ons mee. Die lopen hier ook ergens. Zit. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Dat is dus Sarah. Ja, goed zo. Kwa, vrij. Ja, schatjes zijn. Ja, die zullen ook nog wel eventjes moeten wennen, denk ik. Maar super, het zijn super honden. Ja, een hond kan zich altijd aanpassen. Dus dat zal wel goed komen. Het is niet zo ver van zee, dus we zullen dan in een iets andere omgeving ook lekker kunnen wandelen. We zijn al een jaar of vier op zoek naar een geschikte plek. En we hebben ons wel voornamelijk gericht op Italië, omdat dat heeft toch ons hart gestolen. En daar hebben we een drietal gebieden uitgekampt, waaronder Le Marche. Dat is in het oosten van Italië, in het midden een beetje. En prachtige regio, hele mooie natuur, prachtig landschap. Maar in de winter toch wel kans op sneeuw en dat willen we eigenlijk liever niet. En daarnaast zijn er een aantal aardbevingen geweest de laatste jaren. Dus alles met elkaar hebben we besloten om die regio niet te doen. Daarna zijn we naar Puglia geweest. Is natuurlijk een geweldig klimaat, maar wel heel erg droog. En de natuur is daardoor minder mooi, vinden wij. De stranden zijn wel prachtig, de kust is prachtig. Ook heerlijk eten. Maar we hebben daar niet echt iets gevonden wat we zoeken. Dat alles op de rij gezet, kwamen we op Sardinië uit. Daar zijn we juni dit jaar voor het eerst geweest. De voorkeur ging uit naar het westen. En daar hebben we nu een leuke plaats, Bosa. Daar zijn we een aantal keren geweest nu. En in die buurt wilden wij graag een huis vinden. Heel veel woningen staan gewoon niet op internet. Die worden particulier verkocht. Dus het was wel eventjes een zoektocht om iets leuks te vinden. Dat is uiteindelijk gelukt. In Tres Nuraques, dat is een dorpje een 10 minuten van Bosa. En ook een 10 minuten van de zee. Gaan we een tweede keer kijken. Over een paar weken is dat. Hallo. En dan gaan we kijken of het huis geschikt is voor de plannen die we hebben. En of die bouwkundig ook goed genoeg is. Nou, onze mening is de basis goed, maar er moet echt nog wel veel gebeuren. Dan gaan we een begroting maken voor de verbouwing. Dan kunnen we verder met de financieringsaanvraag. Dus dat is wel een spannende week. Er is veel van afhankelijk. Dus dat gaat wel leuk worden. Spannende tijden. Maar ik hou jullie op de hoogte. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao!